Rieneke Terink gaan we terug naar de winterkampioenschap in Amsterdam. Heel simpel, 4-0-4-35. Dan werd ze de nummer 1 met een nieuw kampioenschapsrecord. Op de 25 meter baan, dus alles is te vergelijken. Ze moet gewoon 2 tienden sneller, dan ben je zeker. Toen opende ze in 28-33. Dames en heren, 27-60. De opening is fantastisch. Tussentijd 100 meter in een race van 4-0-4-35, terwijl ze naar 4-0-4-21 toe moet. 58-97. We zitten nog steeds op schema voor die EK richttijd. De 150 meter in Amsterdam werd gewonnen in 1.29.99. Nou, eerst maar eens 1.29.79. Kijk, 1.28.48. We zitten er anderhalve seconde onder. Moeten we dan misschien ook nog iets verder kijken naar de WK-richtlijn? Zou wel erg mooi zijn. 4.01.57. Halverwege de race zometeen. Net onder die 2-0-1 zou fantastisch zijn, zou goed zijn, zou goed genoeg zijn voor de EK. Tijdens 1-0-5-8-50. Dan zitten we op een schema van rondom de 4-2, terwijl we naar 4-1,5 moeten hebben voor die WK. Dan blijven uw aanmoedigingen voor Rieneke Terink. Meter, 2-32-21, vlak gaan op 4-4-35. Dat weten we, die EK die zit er wel in, 2-30-89. Het zit er wel in, maar het moet er dan natuurlijk ook nog uitkomen. We gaan naar 300 meter, tussentijd 3-0-3-17. Dat zal dus weer onder die 3-0-3 moeten. Oh jee, het wordt spannend hoor. Het wordt heel spannend. We zitten nog steeds in een halve seconde schreeuwen. Schreeuwen, allemaal, schuiven, allemaal. Voor Rieneke Terink. Onder die 4-0-4-21. Daar moeten we naartoe zometeen. We gaan eerst naar 3-34-10. Oh jee. Oh jee. 3-34-35. Het is zeker allemaal zo zonnig en zo mooi naar de inleiding. En de 4-0-4-21 is heel ver weg opeens. Dan doet het pijn en dan doet het zeer. En dan zeggen we ook, helaas. Een hele goede poging, maar het stand op 4-0-6-28.